we moesten een sollicitatie doen. En ja, daar stond gewoon in van, nou, waarom wil jij dat doen? Waarom wil jij op expeditie? En ja, ik wil eigenlijk gewoon het cultuurverschil een beetje meemaken. En gewoon meemaken hoe dat is daar. Er zijn mensen die hebben nog nooit gevlogen. Dus om dan gelijk ja, zo lang te vliegen, dat is wel wat. Het expeditieonderwijs van Noordic doen we nu zo'n jaar of 10, denk ik. Per jaar bezoeken we dan 2 landen. Dus ja, dan komen er echt landen als Guatemala, Cambodja, Kenia, noem maar op. En dit jaar gaan we dus toevallig met 2 teams naar Oeganda toe, wat nog nooit eerder gebeurd is. De school is natuurlijk hartstikke mooi en het is een voorrecht dat mensen naar school kunnen. Maar dan is er daarbuiten nog zoveel andere dingen waar leerlingen meer van kunnen leren en eruit kunnen halen en kunnen groeien voor zichzelf. En wij vinden het gewoon heel belangrijk om in een rijk land als Nederland, om dan gewoon om je naasten even daarom te geven. En dan, ergens, we zeggen altijd van de pijlen moeten altijd zijn, we gaan naar een plek op de wereld toe die een stuk mooier kan worden gemaakt dan dat het daar op dat moment is. Nou, we vinden het gewoon heel belangrijk dat leerlingen zich daarvoor inzetten, culturenverschillen ook echt kijken, dat ze terugkomen en dingen niet voor lief nemen. Dus ja, dat zie je gewoon na elke reis als je terugkomt, van mensen denken heel anders na over dingen als douchen en tv kijken en ja, eten. Wij gaan ontwikkelingswerk doen, we gaan de huizen of de school gaan we opknappen. Wij gaan naar de middelbare school en daar is een laboratorium. Die moet nog worden afgebouwd en als dat laboratorium is afgebouwd, kunnen de kinderen ook examen doen. En dan hebben ze dus een betere toekomst. Ik denk echt weer dat het een reis wordt om nooit vergeten.